Dag iedereen en welkom bij de inleiding tot de OpAmp. OpAmp staat voor operationele versterker en eigenlijk is dat een verschilversterker. Wat wil zeggen dat deze als uitgangsspanning een versterking zal hebben van het verschil van zijn twee ingangen. Onze OpAmp heeft 5 aansluitingen. Zijn niet-inverterende ingang die wordt aangeduid met een plusje en die wij zullen noteren als V van spanning met een plusje boven. De inverterende ingang wordt aangeduid met een minteken en zullen wij noteren als V met een minteken boven. Zoals je ziet, hier staat 2 maal V, wat wil zeggen dat een opamp, dat die als ingang, dat die een spanning zal hebben. Dus die zal geen stroom gaan trekken met als gevolg dat de stroom die dat hier ingaat, dat zal een lekstroom zijn. De volgende 3 aansluitingen zijn de positieve voedingsspanning en de negatieve voedingsspanning. En de uitgang. De uitgangsspanning zal, zoals gezegd, altijd de versterking zijn van de niet-inverterende ingang min de spanning op de inverterende ingang. Deze versterking kan 2 verschillende kanten op. Ofwel kan deze bijna oneindig groot zijn, dus pak een factor 200.000 als versterking. Of we gaan die versterking zelf afregelen door een bepaald circuit. Dus dat zullen we dan feedback noemen. Maar daar gaan we nu nog niet in, komen we later wel op terug. Extra in verband met de 2 ingangen. De 2 ingangen kan je eigenlijk voorstellen als verbonden door middel van praktisch oneindig grote weerstand. Wat wil zeggen dat deze 2 ingangen, de niet-inverterende en de inverterende ingang, zullen dus nooit met elkaar in kortsluiting komen.